Het jaarverslag van TNO over 2019 is verschenen. In deze video wil ik de belangrijkste inhoud daarvan met u delen. Maar natuurlijk niet zonder eerst stil te staan bij de huidige situatie. Op dit moment verkeert de wereld in een ongekend ontwrichtende situatie vanwege het coronavirus. De impact op de samenleving en de economie is uitzonderlijk en treft alle organisaties en dus ook TNO. De effecten zijn nauwelijks te voorspellen en worden continu gevolgd door de Raad van Bestuur. En waar nodig, treffen we nu al maatregelen. Ondanks dat de huidige situatie vrijwel al onze aandacht opeist, wil ik kort stilstaan bij wat we in het vorige jaar 2019 als TNO tot stand hebben gebracht. En dat was een succesvol jaar voor TNO, waarin we actief en met impact hebben bijgedragen aan de totstandkoming en invulling van het missiegedreven innovatiebeleid. Daarvoor heeft het kabinet TNO ook extra middelen ter beschikking gesteld. Zo konden we werken aan oplossingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Highlights waren de doorbraken in belangrijke sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie, quantumcomputing, nanotechnologie, optomegatronica en ruimtevaart. Voorbeelden daarvan vindt u in het jaarverslag. Maar ik wilde nu al een paar noemen. Zo zijn TNO en de Universiteit Hasselt bezig om CO2 met behulp van zonlicht om te zetten in methaan. En hebben we een uniek en compact apparaat ontwikkeld voor warmteopslag in huis, de warmtebatterij. Daarnaast is het gelukt om via een selectief oplossingsproces kunstafval op een grondstofefficiënte en milieuvriendelijke manier te recyclen. TNO sloot 2019 af met een positief resultaat van 15,4 miljoen euro. De omzet groeide met bijna 10% ten opzichte van 2018. Dit werd sterk beïnvloed door eenmalige baten, groei uit de verhoging van de rijksbijdrage en een verbeterd resultaat uit deelnemingen. Het TNO Technology Transfer Programma heeft inmiddels geleid tot de start van 19 nieuwe bedrijven, waarvan 6 in 2019. Deze nieuwe bedrijven bieden inmiddels werk aan bijna 130 medewerkers en vertegenwoordigen een economische waarde van zo'n 57 miljoen euro. En daarmee is het TNO Tech Transfer Programma in 3 jaar tijd uitgegroeid tot een van de meest succesvolle in Europa. We zijn trots als TNO op deze manier om onze kennis naar de markt te brengen. Het aantal medewerkers van TNO steeg in 2019. Met name in de unit Defensie en Veiligheid vonden veel nieuwe medewerkers een plek. TNO is goed op weg om het strategisch plan te realiseren. We hebben nieuwe investeringen in gang gezet, onder meer in de laboratoria in Petten. Andere hebben we afgerond, zoals de locatie Ypenburg, die afgelopen jaar door minister Bijleveld werd geopend. Maar er is natuurlijk geen reden om achterover te leunen. Als TNO beseffen we dat Nederland en Europa nog heel veel werk te doen hebben. Op het gebied van klimaat en energie, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en op het gebied van mobiliteit bijvoorbeeld. Innovatie speelt daarbij een cruciale rol. De ontwikkelingen in de wereld, ook op technologiegebied, gaan immers razendsnel. Kortom, mooie resultaten in 2019. Maar we zien de vooruitzichten voor 2020 met zorg tegemoet. De Raad van Bestuur wil proactief beleid voeren om de consequenties van de coronacrisis zo goed mogelijk te ondervangen. Ook willen we daarvoor de innovatiekracht van TNO maximaal inzetten. Door op korte termijn met praktische oplossingen te komen om de crisis te bestrijden. Voor nu wil ik namens mijn collega's in de Raad van Bestuur alle partners, klanten en medewerkers van TNO ontzettend bedanken voor ieders inzet, bijdrage en het in ons gestelde vertrouwen. Ik zie uit naar de voortzetting van onze relatie in 2020.